super gaaf. Onwijs bedankt dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind het super tof om dit te doen. En ook super tof om hopelijk heel veel concurrentie erbij te krijgen na deze presentatie. Dus ik hoop dat je heel veel plezier hebt met wat ik jullie allemaal ga vertellen en ga leren vandaag. Want ik ga je vandaag uitleggen hoe je een stabiele business en een schaalbare business bouwt rondom WordPress plugins. Dat kan namelijk nogal een uitdaging zijn, aangezien WordPress een open source systeem blijft. Dus daar zitten af en toe haar in ogen aan. Maar ik heb laten zien hoe dat in ieder geval mogelijk is. En ik ga jullie vertellen hoe we dat gedaan hebben. Nou, allereerst, om een beetje een beeld te krijgen van wie ik ben. Ik ben 32 jaar, ik woon inmiddels in Hattem. Dat is een klein dorpje wat overigens wel stadsrechten heeft onder Zwolle. Ik ben de trotse mama van Liam van 4 en Joa van 1. Ik ben getrouwd met Van Swaze, dat is mijn vrouw met een zonnebril op. En ik heb Woeza opgericht eind 2017. In eerste instantie best wel veel als freelancer gewerkt om rond te kunnen komen. En bovenal ook om een developer te kunnen betalen om de business die er nu staat, om dat ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Want misschien één ding wat voor de meeste mensen in de zaal wel vraag is, ik ben zelf absoluut geen developer. Ik had een heel goed idee, ik begrijp de techniek, ik weet hoe je bepaalde knopjes aan elkaar moet knopen, maar ik kan het niet zelf uitvoeren. Dus ik was voornamelijk het eerste anderhalf jaar aan het knallen als freelancer om de developer te betalen. En heel veel mensen omschrijven mij als chaotisch en impulsief. En ik ontken dat altijd, maar ik denk dat vandaag een beetje heeft bewezen dat dat wel het geval is. Ik kwam namelijk aan op WordCamps, mijn eerste WordCamp overigens, ondanks dat ik wel al 5 jaar in de WordPress-industrie zit. En ik kwam Marcel tegen, een van de organisatoren natuurlijk van WordCamp. En hij zei, heb jij een poster of iets van Woeza? Want we zijn natuurlijk ook op de pluspunt gesponsord. Ik zei, een poster? Hadden we een poster moeten plaatsen dan? Nou, dat was al één. En vervolgens ging ik op het programma kijken en zag ik dus ook dat ik mijn presentatie moet doen in het auditorium. Voor zo'n grote zaal waar ik de verwachting had dat ik in een lodge ging staan en een wat kleiner selectgroepje had. Dus dat was even schaduw voor mij. En als klapper op de vuurpijl waren we natuurlijk uitgenodigd op de sprekers en het sponsorsdiner. En ik dacht dat het vanavond, dus we hebben een hotelletje geboekt hier in Arnhem. Bleek dus dat dat gisteren was. Dus excuus, het was absoluut geen teken van arrogantie. Het was gewoon puur mijn chaotische en impulsieve brein. Vanavond ben ik bij de borrel aanwezig, want het hotelletje is geboekt. Dus die kunnen we in ieder geval gewoon meepakken. En weet dus dat je ook als chaot en impulsief persoon gewoon een succesvol bedrijf kan onderhouden. En ik ben een echte WordPress-boeker als enthousiasteling. In de keynote van Verdi zei hij al dat hij ooit op frontpage begonnen was. Nou, dat tijdperk heb ik ook nog meegemaakt dat ik op mijn slaapkamertje op frontpage aan het stoeien was. Totdat ik Halleluja WordPress uitvond. En daar ben ik eigenlijk nooit meer uitvond. Trouwens, dat was ik niet. Maar daarmee ging werken en daar ben ik nooit meer vanaf gestapt. Ik ben wel benieuwd in de zaal op weekend het bedrijf Woeza al. Nice. Vet. Dat is meer een ego-vraagje, dus daar gaan we het verder weer over hebben. Wat wij doen, wij ontwikkelen en onderhouden plugins. Nou, dat is op zich niet zo heel bijzonder. Wat er wel bijzonder aan is, is dat we dat doen op basis van een maandelijks of jaarlijks abonnement, afhankelijk van wat de gebruiker wil. En wij verkopen onze plugins aan de eindgebruiker, wat in dit geval webshop-eigenaren zijn. Dus wij spitsen ons echt alleen maar toe op webshop-eigenaren die een koppeling willen leggen tussen een marketplace, zeg maar bol.com, of een dropshipping leverancier willen koppelen aan de WooCommerce store en dat hele proces willen automatiseren. En waar we dus de vreemde eend in de bijt zijn, is het feit dat we een maandabonnement vragen. Want dat is absoluut niet gebruikelijk in WordPress landschap. Het is een open source plugin, er zitten best wel veel risico's aan verbonden. En waar we tevens een vreemde eend in de bijt zijn, is dat we het allemaal doen via ons eigen distributiekanaal, wat onze eigen website is. We hebben geen gebruik gemaakt van WooCommerce.com. Sorry guys, we hebben wel veel mensen gesproken overigens, maar die match was er niet qua verdienmodel. We hebben geen plugins, geen premium plugins op WordPress.org gezet. Dus we hebben alles gedaan, of Code Canyon bijvoorbeeld, we hebben alles gedaan vanuit eigen kracht met andere samenwerkingspartners en mensen uit de community natuurlijk. En dat maakt dus ons op twee vlakken een vreemde eend in de bijt. En het is mijn doel om niet te gaan vertellen hoe goed wij zijn en hoe goed we het allemaal gedaan hebben, maar om jullie te vertellen hoe jullie in onze voetsporen kunnen treden en wellicht, wat ik net zei, de concurrentie met ons aan kunnen gaan. Dus hoe ga je het schaalbaar maken zonder dat iemand je abonnement niet betaalt, maar wel gebruik maakt van de plugin? Want ik denk dat dat de allergrootste uitdaging is op het moment dat je een WordPress plugin wil verkopen.
Je hebt namelijk altijd te maken, linksom of rechtsom, met het feit dat je een zipbestand deelt met de gebruiker die de plugin wilt gebruiken. En een zipbestand is gewoon letterlijk de broncode. Dat is letterlijk de logica. Iedereen kan in jouw broncode zien wat je gebouwd hebt en zou er zelfs theoretisch gezien in kunnen ontwikkelen om wat kleine tweaks en aanpassingen te maken. En dat betekent dus ook dat het theoretisch gezien misbruikt zou kunnen worden. Nou, hoe ga ik jullie uitleggen hoe je zo'n business opzet? Allereerst gaan we natuurlijk hebben over de uitdagingen. Ik heb er net al een paar genoemd, maar daar gaan we wat dieper op in. De uitdagingen waar wij bijvoorbeeld tegenaan zijn gelopen. Het type plugins die je kunt bouwen zijn verschillende hoeken, invalshoeken die je kunt kiezen om een plugin provider te worden. De gebruikers en de feedback van de gebruikers. Klantenservice en het voorkomen van daadwerkelijk misbruik van jouw open source WordPress of WooCommerce plugin. Wie in de zaal heeft er ooit een WooCommerce WordPress plugin ontwikkeld en verkocht of doet dat nog steeds? Nice! Is er iemand die open wil zijn over zijn grootste uitdaging, destijds of nu? Hoe verdien je er geld mee? Hele goede uitdaging, ja. Nog meer mensen? Om dat platform te maken. Juist, dus een WooCommerce.com, WordPress of inderdaad je eigen website, dat doe je daarmee toch? Ja, oké. Okay. Andere uitdagingen nog? Zeker. Ik kijk ergens daarheen. Ik weet mijn god niet wie je... Hi. Het is moeilijk met die lampen. Onderhoud en support. Absoluut. Dat is ook zeker een grote uitdaging. En dat sluit denk ik ook aan op de uitdagingen die ik je nu met je wil gaan delen. Enerzijds, en dat sluit een beetje aan op het stukje platform. Allereerst wil je natuurlijk bepalen waar ga ik mijn plugin beschikbaar stellen. Waar kunnen mensen het downloaden? Waar kunnen mensen het eventueel aanschaffen? Maar dan is je tweede vraag natuurlijk ook, ja, wat is het platform waar ik het meeste tractie krijg? Want het liefst willen we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gebruikers hebben. En dan is misschien een WordPress.org, gratis variant, wel de meest eenvoudige, omdat je daar in de repository van WordPress zelf zit en daarom makkelijker zichtbaar bent voor klanten. Snelle, accurate klantenservice, support en onderhoud. Een plugin bouwen is één ding, een plugin onderhouden is twee. Er gebeurt heel veel in WordPress WooCommerce landschap wat super positief is, maar wat het ook heel uitdagend maakt voor een developer, helemaal als je meerdere plugins hebt, om het continu compatible te houden met de laatste technieken en gewoon up-to-date te zijn en daar verder ook zelf in mee kan liggen, dus echt een waarde in kan zijn. En daar heb je natuurlijk ook support, dus dan heb je een gebruiker. Nou, die gebruiker die installeert de plugin, die zet hem in zijn shop, die gaat dan op zijn of haar eigen manier gaan kijken, oké, hoe werkt het plugin, hoe moet ik deze plugin gebruiken? En dan kunnen er twee dingen gebeuren, drie eigenlijk. Eén, hij snapt er helemaal geen piep van en hij haakt af. Hup, we deinstalleren het plugin en we gaan wel verder zoeken. Wie herkent dat? Wie doet dat zelf wel eens? Oké, okay, nice. Dat is de meest makkelijke variant. De tweede variant is, je gaat toch op onderzoek uit. Je bent even benieuwd van, is er iets van een knowledge base of is er misschien een support die me kan helpen? Als dat al lang duurt, dan raak ons geduld vaak ook al eventjes op. En het derde is dat je het snapt. Dat je de logica van de developer snapt, dat het wel werkt en dat je een tevreden klant hebt. Maar dat percentage is best wel klein. Omdat je gaat iets in een WordPress omgeving ga je plaatsen, er zit een bepaalde functionaliteit en een bepaalde gedachtegang achter. Maar die gedachtegang van de developer is niet altijd de gedachtegang van de gebruiker. Dus ook daar moet je dan weer mee supporten, onderhouden en ervoor zorgen dat de klant ook met jou in contact treedt. En vooral dat is vaak een uitdaging in het WordPress-landschap. En wat voor ons de grootste uitdaging was, wat we overigens pas, misschien wel belangrijk om te zeggen, op een van de allerlaatste momenten hebben opgelost. En het allerlaatste moment is ongeveer een jaartje geleden, dat mensen jouw plugin niet kunnen misbruiken. Want als je er echt een business omheen wil bouwen en je wil, zoals je net aangaf, geld ermee verdienen, dan wil je natuurlijk niet dat jouw plugin gratis in omloop komt middels het illegale circuit, waar er helaas minder van zijn, en dat je daardoor dus geld misloopt omdat mensen er gratis gebruik van kunnen maken. Dus je wil ergens een bepaalde grip hebben op wie de gebruiker is van je plugin, wat ze er precies mee doen en waarom ze het doen.
om nog maar niet te spreken over het commentaar dat wij kregen. Ik heb in het allerbegin een gesprek gehad met iemand die was een beetje dezelfde route aan het bewandelen. Die had ook premium plugins en die verkocht hij ook voor een bedrag. Maar die deed dat eigenlijk in dezelfde contraille als wat algemeen in de branche bekend is. En dat is een jaarbedrag. En dat wordt dan wel of niet automatisch verlengd. En daartussen krijg je dan support. En support is vaak gewoon per e-mail, vaak in het Engels. En vaak duurt het best wel lang voordat je een antwoord krijgt. Hij zei, ga helemaal mis! Je bent super veel tijd kwijt aan deze dure beren. Je moet geen WordPress plugins in dat maandabonnement gooien. Het gaat helemaal kansloos. Ik dacht, ik geef het op, ik stop ermee, dit is voor mij. En gelukkig heb ik het niet gedaan, want ik heb gewoon een voetje stuk gehad. Ik ben best wel eigenwijs, dus dat lukt ook wel redelijk. En heb ik het volgehouden en hij heeft wel gelijk. Hij heeft zeker een punt, want debiteurenbeheer met maandelijkse abonnementen is absoluut iets waar je rekening mee moet gaan houden. Maar gelukkig kunnen we alles automatiseren. Wat ik meer hiermee wil zeggen is, laat je niet door de mensen die al bekend zijn in de branche, laat je niet afleiden van het doel wat je hebt of van de visie die je hebt. Dus er zijn mogelijkheden om het anders aan te pakken, waardoor je er wel op een leuke manier ook geld mee kunt verdienen en waardoor het wel mogelijk is om een andere manier aan te pakken. Dus, hoe kan het dat we nu zo succesvol zijn? Als we het hebben over uitdaging nummer 1, gebruikers vinden die de plugin actief gebruiken en ook actief houden. Je hebt eigenlijk twee kanten waarmee je op kan als je het hebt over plugins bouwen. Je hebt enerzijds samenwerking met leveranciers, dat is wat wij hebben gedaan. En je hebt anderzijds toevoegingen op WordPress of WooCommerce aan zich. WooCommerce heeft bijvoorbeeld in de basis een B2B-module. Nou, dan kun je bijvoorbeeld een B2B-plugin gaan bouwen. Wij zelf verkopen software en we hebben uiteraard ook een eigen WordPress-website. Dan wil je dat daar een licentielogica achter zit. Nou, dan kun je een licentie manager plugin gaan bouwen. Alleen dat betekent wel dat de toevoeging op WordPress die jij gaat bouwen, dat ook iets is wat je helemaal vanaf het nulpunt zelf moet gaan branden en moet gaan markten. En dan moet je een beetje geluk hebben, als je daar vroeg bij was, dan heb je geluk, maar nu is dat best wel lastig om een toevoeging op WordPress makkelijk voor markt te krijgen, ook met alle concurrentie die je daarmee hebt. En het kost gewoon heel veel tijd om attractie op te krijgen. Nog steeds kan het heel rendabel zijn als je weet wat je doet, je hebt een goede marketingpartij, een goede salesstrategie, absoluut, dan kan het zeker succesvol worden. Waar wij voor hebben gekozen, en dat is per ongeluk ook ons succes geweest, werd net al even in de intro verteld, ik kwam uit een product manager rol waarbij ik sales en techniek deed. En een van mijn verantwoordelijkheden was om voor dat platform, voor mijn werkgever, koppelingen te bouwen voor Magento, WooCommerce, Shopify, alle platformen die je hebt. Nou, ik had heel veel serieuze offertes die ik bij mijn werkgever moest neerleggen. Dat waren vier mannen, kwamen uit Rotterdam. En die hadden allemaal een eigen karakter. Maar de een ja, zei ze, de ander nee. Maar de een misschien, zei ze, de ander echt, nee. Moet er niet aan denken. Dus ik moest elke keer intern met de internetbureaus moest ik gaan sparren om vervolgens de offerte bij mijn meerdere neer te leggen. Nou, dat werd een discussie van een paar maanden. Uiteindelijk klap erop gedaan. En toen hadden we, laten we in dit geval, WooCommerce beginnen. En ik had een aantal klanten als sales natuurlijk in de rij staan van oké, ik wil die WooCommerce plugin gaan gebruiken. Het ging me installeren en toen alles knalde eruit. Werkte niet, er kwam een fatal error in. Als het al werkte dan, was er een functionaliteit, cruciale functionaliteit die niet klopte. Dus er was altijd daarna, als je dat werkelijk live ging, nog een soort van voortzetting in het doorontwikkelen van de plugin, zodat het voor elke situatie in elke omgeving zou werken. Nou, en je kan me voorstellen, als ik net een offerte intern van 30.000 euro verkocht, waar maanden overheen is gegaan bij vier Rotterdamse eigenaren die allemaal een sterke eigen mening hadden, dat ik met lood in de schoenen naar hem toe ging als ik zei, ja, dan moet ik 10.000 euro bij jongens, want we kunnen niet live. Dus dat is het moment dat ik dacht, ik moet het op een andere manier gaan oplossen. Destijds heb je Mud Jeans, dat was een abonnementsvorm voor spijkerbroeken. Ik denk, nou, als we een abonnementsvorm voor spijkerbroeken kunnen gaan kopen, dan moet de plugins dat ook wel verkoper zijn in abonnementsmodel. En toen ben ik gestart met die werkgever om daar een begin voor te bouwen. En heb tegen hun gezegd, wij gaan bouwen, wij hebben het intellectueel eigendom. En jullie moeten de promotie doen dat als jullie een klant krijgt die WooCommerce heeft, dat jullie ze dan doorverwijzen naar ons. We willen ook die exclusiviteit hebben. Ja, dat ging goed, dat was een start-up. Vervolgens ben ik terechtgekomen bij bol.com.
Ja, en dan wordt het boek zonder drukken. Bol.com was, was toen al heel groot, dat is 5 jaar geleden, dus waar hebben het over. Staat de schoen aangetrokken, hebben jullie een boekersbegin nodig? Ja, hebben we. Mooi, ik ga bouwen voor je. Volledig zelf gefinancierd. Het enige wat ik van jullie wil, en dat is onderdeel van de afspraak, is exclusiviteit. Het gaat aan boekers. En ik wil jullie promotie gaan doen op het moment dat we live kunnen. Ze hebben een promotie gedaan in de eerste maand dat het begin live was. Ik weet niet of mensen in de zaal zitten die gebruikt hebben, maar ik heb een medewerker nu die heeft de eerste versie gebruikt. Die zit nu op support bij ons en die zegt, ja, ik twijfelde echt door het begin om, om überhaupt bij jou te werken. Maar het is goed gekomen. Maar we hadden wel door die promotie van bol.com binnen een maand tijd 100 mensen die het begin gingen proberen. En alleen maar doordat zij een hele simpele blogartikel op een partnerpoort hadden gezet, hadden we daardoor de eerste gebruikers. Nou, dat is een beetje WordPress enhancement VS samenwerken. Als je een samenwerkingspartner hebt die veel volume heeft, dan kan dat voor heel veel tractie een hele korte tijd zorgen. Vervolgens moet je natuurlijk die feedback er verzamelen en ook verbeteren. Wat ik net zeg, die persoon werkt nu bij ons als support manager. Maar in het begin, als ik dat denk ik 4 jaar geleden had gevraagd, of toen live zijn gegaan, had ik gezegd, ja, succes met je beginnetjes. Ja, dan krijg je die dingen in een bedrijfje, succes met je bedrijfje. En hoe dat hebben we eigenlijk vanaf het begin meteen geautomatiseerd door in één overzicht klantfeedback te verzamelen. Waar iedereen die ons op begin gebruikt, hun feature requests kunnen toevoegen. En andere mensen kunnen erop stemmen. Dus op die manier weten we ook, wat wordt er nou veel gevraagd? En waar je vaak, vooral in de beginfase, geneigd naar bent. Oh, je hebt je eerste klant. En die klant, als je een beetje kritische klant hebt, gaat van alles naar je toe gooien. Dit moet anders, dat moet anders, zus moet anders, zo moet anders. Dan denk je, ja, maar het is mijn eerste klant. En dan ga je een hele begin opbouwen. En dan is het uiteindelijk het begin voor die specifieke klant. En dan heeft het helemaal geen market fit meer. Dus zorg ervoor dat je je improvements altijd doet op basis van meerdere gebruikers en het feedback van. En neem proactief contact op met gebruikers. Dus dat is wat ik net al even zei, als je in WooCommerce landschap op het begin koopt, dan is er zelden proactief contact. Het begint wel steeds meer een ding te worden gelukkig. Maar over het algemeen kom je bij mensen in de supportchat terecht. Die is vaak echt een ticketsysteem, een contactformulier moet invullen. Wat is je issue? Hoeveel impact heeft het? En dan krijg je een reactie terug. Ja, mijn troubleshooter heeft niet aan ons. En dan sta je een beetje ertussenin van, ja, maar ja. Ik heb een plugin gekocht omdat ik zelf niet kan developen. Degene die hem gebouwd heeft, die zegt dat het ergens anders ligt. Wat moet ik nu? Dus wees ook proactief met je gebruikers. Want als je dat doet, dan ga je daar mensen op verliezen. Terwijl als je dat gewoon goed uitlegt, dan ga je daar mensen op winnen en behouden. En zorg, net zoals elk softwarebedrijf en misschien zelfs ook wel webshops, zorg voor een uitgebreid en eenvoudig vindbaar helpcenter. Mensen moeten gewoon eenvoudig kunnen zien hoe ze een bepaalde instelling moeten kunnen configureren. Ze moeten zien, als ik een foutmelding of een error krijg, waar komt die error dan door en hoe los je hem op? En als je daar een supportafdeling van af laat hangen, dan ga je die mensen mislopen, dan duurt het te lang. Ze zitten nu achter mijn laptop, ze willen nu het begin installeren, dus ze willen ook nu een oplossing. Nou, wat wij, om daar een beeld van te geven, dit is een screenshot uit Intercom, gebruik Intercom. Dit is in de maand augustus. 2000 mensen waren op zoek naar support. Daarvan is een deel, eerst heeft hij geprobeerd om een helpcenter artikel te pakken. Nou, daar kwamen ze niet uit. Een klein percentage is alsnog naar human support gegaan. Maar uiteindelijk, bovenaan zie je 64,1% van onze supportaanvragen wordt afgehandeld door knowledge base artikelen. En dat is super fijn met Intercom, omdat we daar een soort van botstructuur achter gingen hebben. Dus als ze vragen stellen, het is ook echt een goede bot in dit geval. Niet eentje van, help, ik wil een mens spreken. Nee, dit is gewoon echt een goede bot dit. Dat zie je ook nu. Dan krijgen ze dus voorgestelde artikelen op basis van de vragen die ze gesteld hebben. En als je dat dan vergelijkt, zo zie je dat wij ook aan het improven zijn van maart tot met september. In januari is Max begonnen, onze head of support. Nou, je ziet dat hij flink geïnvesteerd heeft in knowledge base. Waarbij dus roze door knowledge-based artikelen opgelost is en geel door echt een medewerker van ons. Dan zie je, omdat we daar geïnvesteerd hebben, dat we nu sinds augustus meer supportvragen oplossen door knowledge-based dan dat we menselijk contact hebben. En dat vind ik geweldig.
2. Snelle en accurate klantenservice met een wetenschap dat elke WordPress-configuratie anders is. Nou, voor iemand die al plugins in het verleden gebouwd heeft, die weet dat je af en toe gekke conflicten kan zien met jouw plugin en dat dat door tientallen verschillende dingen veroorzaakt kan worden. Zorg dus voor dat je intern duidelijke spelregels hanteert en ook dat je duidelijk de minimumvereisten communiceert naar de klant wat er voor nodig is om jouw plugin soepel te laten werken. Wij hebben te maken met dropshipping plugins waarmee er meer dan 100.000 producten in één keer geïmporteerd kunnen worden. Daar hebben we geen cap op gezet, dat hebben we ook bewust gedaan. We hebben er heel veel voor geoptimaliseerd waardoor dat kan. Maar afhankelijk van je server, duurt dat een uur of duurt dat 24 uur of langer? Dat is niet per se een mankement van onze plugin. Maar je moet wel aan de klanten uitleggen dat een shared hosting pakketje op Strato is discutabel. Gewoon niet doen dus. Doe de troubleshooting zelf. Dus wat we vaak zagen is dat troubleshooting wordt soort van over de buren gegooid. Ook wij hebben daar een knowledge base artikel over. Van ja, oké, je hebt een conflict hier in troubleshooting. Volg onze troubleshooting handleiding en zoek het uit. Aan uw paraplu. Maar wat wij gemerkt hebben is als wij dat zelf doen. En dat gaan we in overleg met de klant of op een live of op een station omgeving doen. Is dat je ook gewoon concreet en een duidelijk antwoord kan geven. Dus oké, het probleem zit niet in onze plugin. Het zit hier en dat hebben we uitgevonden doordat we deze en deze plugin hebben uitgeschakeld. Dan heb je ook gewoon een mooie conclusie. Dan vertraag je het niet. Als je direct een troubleshoot uitvoert, dan vertraag je niet in, oh, ik moet het even naar de developer doorsturen. Ja, de developer gaat er naar kijken. De developer duurt altijd langer dan wat je zou willen. Mensen raken gefrustreerd en dan vervolgens na twee keer kom je, ja, dicht, niet aan, dicht aan het begin. Dus probeer zo snel mogelijk door middel van die troubleshoot zelf uit te voeren, erachter te komen waar het probleem zich voordoet. Zit het wel in je plugin? Take it, own it. Zit het niet in je plugin? Leg uit waarom en wat ze moeten doen. En zorg voor een generieke codebase. Dit was een soort van stip aan de horizon voor mij toen ik dit bedrijf startte. Dat je letterlijk een bepaalde codebase hebt waarmee je binnen een handomdraai een nieuwe plugin kunt releasen. Nou, handomdraai is nog niet gelukt, wie weet komen er in de toekomst. Maar waar we eerst ongeveer 8 tot 12 weken deden over het bouwen van een nieuwe plugin, doen we er nu 2 weken over. En dan hebben we 1 fulltime developer die daar dan aan werkt. We hebben 6 developers, dus we kunnen best wel parallel veel werken. En dat betekent eigenlijk, we zijn ons gaan toespitsen op 2 categorieën, marketplaces en dropshipping. Dat betekent dat we gewoon standaard code hebben voor die specifieke plugins. En dat betekent ook dat het enige wat custom is in zo'n plugin is de API-connectie, dus de connectie naar die specifieke groothandel. En daardoor hebben we dus flink gereduceerd in ontwikkeltijd. En dat ziet er als volgt uit. Ik heb dit screenshot gisteren gemaakt. Dit zijn onze modules van onder andere dropshipping plugin, maar je ziet dat we een heartbeat hebben. Dat is voor om de Chrome te triggeren als iemand niet genoeg website bezoeken heeft. Maar je ziet ook dat we een dropshipping module hebben waar dan de dropshipping logica in zit. Onze license is een module en dat is gewoon copy-paste in de plugincode. Waardoor je dat soort dingen gewoon niet elke keer opnieuw hoeft te schrijven. En wat daar bijkomend voordeel is, heb je een bug in dropshipping plugin 1, dan heb je dat ook meteen opgelost in dropshipping plugin 2. Dus daar heb je ook weer veel sneller schakelen en veel sneller zaken oplossen. En het is gewoon sexy toch? Heel vet. Ik vind het vooral sexy dat er updated 15, 11. Dus ik heb geen Inspect Element gebruikt. Identificeer je gebruiker zo. Oh, we zijn met die. Sorry. Voorkomen dat het plugin gebruikt wordt door gebruikers die geen actief abonnement hebben. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is in hoe verdien ik geld met een plugin business model. Zorg ervoor dat je gebruiker zo compleet mogelijk hebt. En dat betekent NAWT-gegevens, naamadres. Website, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Heel veel mensen zeggen, ja, als een conversie killer, dan krijg je minder mensen aan de voorkant. Ja, prima, maar als die mensen niet betalen, wil je ze ook niet hebben. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk data van je klant te verzamelen, waardoor als het misgaat met betaling, je op een eenvoudige manier contact met ze kunt opnemen en ook op een eenvoudige manier kunt aanmanen of herinneren. Dat betekent niet dat je meteen heel streng hoeft te worden met niet betalen, anders in Kassobro. Want in Kassobro, dat doen we sowieso niet. Wij zien gewoon op tijd. Wanneer iemand niet betaalt, dan kun je op tijd stoppen met leveren. Dus dat is wel de vriendelijke variant van debiteur weer. Zorg voor inzicht in het gebruik van de plugin. Wie, wat, waar en wanneer. Dus welke persoon, welke website, in ons geval domeinnaam,
maak gebruik van onze plugin. Wat is de laatste API al geweest? Hoe laat is die geweest? Op welke datum is die geweest? Dan weet je namelijk als iemand 2 maanden geleden zijn abonnementbewijs heeft opgezet en hij heeft gisteren nog een API al gedaan, dan gaat er iets niet goed. En dat kan meerdere oorzaken hebben. En omdat we dan zoveel mogelijk informatie hebben van onze debiteuren, kunnen we dan ook in de telefoon springen en zeggen, hey Pik, je gebruikt onze plugin, maar je betaalt niet. Wat is er aan de hand? Ja, sorry, is misgegaan. Of nee, ik gebruik het niet. Het is gewoon een website die niet gebruikt. Ah, prima, even goede vrienden. Maar dan halen wij hem uit onze administratie. En, worst case, zorg ervoor dat je de plugin functionaliteit op afstand kunt beperken. Wat je vaak ziet, en dat hebben wij het verleden ook gedaan, is dat als je, je hebt een licentiecode, die licentiecode voer je in of automatisch wordt die gekoppeld aan de hand van je e-mailadres. En als die licentiecode niet actief is of die wordt eruit gehaald, dan gaat die hele plugin settings gaan op slot. En wij vinden dat niet zo prijsvriendelijk, want we willen nog wel gewoon steeds, we willen niet je hele business gewoon killen omdat jij, ik wil iets misgaan met een betaling of omdat je zelf denkt, oh, ik wil het er even uithalen. Dus we hebben gezegd, we moeten die plugin toch altijd openzetten. En we kregen ook best wel veel supportvragen van als mensen dan inderdaad mogelijk een mislukte betaling hadden. Bam, heel die settings page, die hadden paniek. Dus dat moeten we niet doen. Maar het is wel fijn als je echt notoire misbruikers hebt, dat je wel de mogelijkheid hebt om ze volledig te kunnen beperken. En in ons geval betekent dat er niet meer wordt gecommuniceerd met de externe leverancier, wat vaak gestoeld is op API-connecties. En dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om het lijntje door te knippen. Nou, dat doen we niet zomaar. Dat is hetzelfde als je een hosting provider bent en iemand betaalt niet, dan ga je ook niet meteen de website offline halen. Sterker nog, dat mag volgens mij niet eens conform de wet. Daar herinneren we mensen aan natuurlijk. En we zeggen van, hey, dit is wat ze opvalt. En eventueel kunnen we nog een telefoontje tussendoor plegen. Maar als we echt merken dat het echt pure misbruik is, dan hebben we wel de mogelijkheid om op die blokknop te drukken. En dan gaat het om de blok van de domeinnaam. En dat ziet er zo uit, in een WordPress-omgeving, uiteraard. Ik heb 3 scenario's. Demo.com heeft subscription status cancelled, zijn license status is disabled, maar heeft, op 6 september heeft hij nog wel een activiteit gehad. Dan kun je erop doorklikken om te kijken, oké, wanneer is hij dan gecanceld, et cetera. We hebben test.com, die heeft een ended subscription status, maar zijn license is wel actief. Dat is een vreemde situatie. Dus het kan best zijn dat hij heeft gezegd, joh, maak er nog even gebruik van of dat we een bepaalde deal met die persoon gesloten hebben. En je hebt ook gewoon het mooiste scenario en dat is active-active. En aan de voorkant zie je de status. Nou, die status is nu actief, maar die status kan dus veranderen in een keirode blok. Ik denk dat we een blok nu 3 keer hebben gedaan, dus dat valt echt reuze mee. En dan zie je ook dat, misschien wel dat het ook in jullie, door jullie hoofd heen gaat, je bent van tevoren heel erg geneigd om dingen te voorkomen en ook moet veilig zijn. En ze moeten niet de misbruik van een plugin kunnen maken. Uiteindelijk in de praktijk valt het echt reuze mee. En als het al gebeurt, dan zijn het altijd dezelfde. Dus we hebben een paar namen die een soort van op de blacklist staan. Maar goed, de blacklist is ook nog even zuiveren. Oftewel, beschouw jouw WordPress-plugins als een echt SaaS-bedrijf, software as a service. Het is geen pluginbedrijf, het is een softwarebedrijf. Je bouwt software, je verkoopt software, je stelt het beschikbaar. Je levert er support op, je levert er onderhoud en development op. Dus beschouw het ook gewoon als zo'n systeem waar mensen gewoon voor moeten betalen. En wel daarvoor krijgen ze al jouw liefde en support en aandacht daarvoor terug. Nou, nu je weet waar je een beetje rekening mee kan, semi moet houden, is het natuurlijk ook wel leuk om te vertellen hoe we dat dan precies hebben ingericht. Zoals jullie net misschien al zagen, we hebben een gedeelte gewoon WordPress, onze website is ook WordPress gebouwd, en we gebruiken externe tools, waar ik het net al even kort over had. Intercom is een van onze tools, die zijn we begin dit jaar gaan gebruiken. Daarvoor gebruikten we Helpscout en daarvoor gebruikten we ZS. En wat fijn is, hij Intercom is dat Intercom een hele prettige chatfunctie is. En die chatfunctie, wat ik net al zei, die heeft ook een soort van bot-achtige. Het is niet een AI, het is gewoon echt puur op basis van de data die wij hebben in het helpcenter. En de flows, de vragen die wij zelf
inrichten, wil een soort van flow zelf maken. Geef je een bepaald antwoord en op het moment dat het antwoord niet naar wens is, kun je ook gewoon aan het einde van die route zeggen, nee, dit is het niet, ik wil toch een persoon spreken. En dan krijg je gewoon een berichtje van, nou prima, dan komen mijn collega's zo snel mogelijk bij in de lucht. En dan zie je ook staan wat de average response time is. En volgens mij is het nu 2 uur bij ons, dus je merkt ook wel, wij focussen meer op zo snel mogelijk antwoord geven, omdat we weten dat mensen op dat moment in een knutselmodus zitten en op allerlei knopjes aan het drukken zijn. Op het moment dat er iets niet werkt en het duurt te lang, dan zijn ze naar een andere tool toe. Dus we proberen op die first response, proberen we echt heel strak te zitten. En op het moment dat het echt een wat diepgaander issue is, dan nemen we daar wat langer de tijd voor. Dus nu gemiddeld 48 uur dat we echt een oplossing kunnen bieden. En dat is inclusief tickets die naar de developers moeten. Dus we hebben 3 lijnen. We hebben een eerste lijn, dat is gewoon pap, zoveel mogelijk wegwerken. Tak, 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 tak. Dan hebben we de eerste lijn komt niet uit. Het is toch iets technisch, dan gaan we naar onze technische jongens. Die gaan we zelf troubleshooten en uitzoeken en in de logs duiken. Er zijn geen developers, kunnen wel heel veel lezen en lossen af en toe ook wel issues op, incoden. En als zij er niet uitkomen, ja, dan is het echt helemaal, helemaal gek. En dan gaat het naar de developers. En we hebben 1 specifieke developer daarop zitten die alleen maar bug tickets doet. Dus het zijn er niet veel, maar vaak als we ze hebben, dan zijn ze wel meteen complex. En in het begin waren het te veel, nu zijn het er weinig, maar nu duurt het zo langer. Dus ja, ik weet niet wat jullie vertellen, de laatste. We gebruiken plug-and-pay sinds kort voor de checkout. En dat is super fijn, omdat ik zelf persoonlijk, maar misschien dat iemand mij daarin kan ondersteunen of op andere gedachten kan brengen, de Woekers checkout voor een softwarebedrijf niet heel erg toegankelijk vind. En we hadden daar al best wel veel aan omgebouwd. Maar omdat we dat zelf beheerden en we natuurlijk meer gewoon gefocust zijn op het bouwen van onze plugins, merkten we dat in onze eigen checkout best wel veel bugjes slopen af en toe. Dan lag weer de btw-validatie eruit, et cetera. Dus ik werd daar zelf heel erg onrustig van, dat ik dan elke keer weer op mijn developers moest wachten om iets op te lossen. En daarom hebben we ervoor gekozen om dat extern te doen bij een softwarebedrijf. Dus er is een issue, we gewoon een vraag bij hun neerleggen, jongens, dit werkt niet. Het is nog niet gebeurd overigens, we zijn in maart overgestapt dit jaar. Maar dan kan je het ook loslaten en dan weet je dat het gefixt wordt en dat ik waarschijnlijk ook niet de enige ben die daar last van heeft. En het is heel fijn dat je hier kassakopjes in doet. Maar ik ben geen, er zit geen affiliate links achter. Het is gewoon puur om te delen welke tools we gebruiken. License Manager WP, die hebben we zelf gebouwd. Dus we hebben heel lang op Woekers API Manager gewerkt, dacht ik. Maar we hadden echt nog de oude versie, we hebben later echt een hele mooie update gedaan. En toen was het zo'n grote update dat we gewoon bijna helemaal onze shop opnieuw moesten bouwen. En toen zei Cosmin, mijn partner in crime, die zei, mag ik het alsjeblieft zelf bouwen? En toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Dus we hebben een eigen license manager waar onze eigen logica zit. Waar de licenties worden aangemaakt, die zijn gekoppeld aan een plugin. Die zijn dan ook weer gekoppeld aan het feit dat we moeten weten wat er gebeurt, wie er gebruik van maakt, hoe vaak, hoe laat, etc. En die is dan ook weer gekoppeld aan plug-and-play bijvoorbeeld. Dus we hebben daardoor ook veel meer flexibiliteit om hun API met onze eigen license manager te koppelen. En kunnen eigenlijk alle kanten op. En last but not least, proactieve communicatie. Gebruik me op Blue. Maar Blue is gewoon de Duitse variant, wil ik zeggen. De Nederlandse variant van ActiveCampaign natuurlijk. En het fijne aan Blue is dat ze een snellere support hebben dan ActiveCampaign. Maar daarmee gaan we proactief met onze klanten om. Wat misschien wel leuk is voor jullie om te weten, we tracken letterlijk alles wat er gebeurt. Vanaf het moment dat een klant dan zo'n proefperiode start, tot het moment dat ze echt daadwerkelijk de plugin gaan gebruiken. Dus op het moment dat iemand een plugin aanschaft, dan selecteert hij welke plugin hij wilt. Nou, dan wordt er een plugin geactiveerd. Pam, seintje naar MailBlue, de Wolfram plugin wordt geactiveerd. Vervolgens moet hij die plugin downloaden, dat is een zipbestand. Nou, krijg je een seintje of hij hem wel of niet gedownload heeft. Download hij hem dus niet terwijl hij hem wel geselecteerd heeft, dan kunnen we al pam proactief zeggen, hey, je hebt wel de plugins geselecteerd, maar je hebt hem niet gedownload. Wat gebeurt er? Vervolgens moet hij hem natuurlijk ook installeren en moet hij zijn licentiecode koppelen. Nou, dat zijn ook parameters die we allemaal tracken. Die komen allemaal als velden in MailBlue. En op basis van elke actie die dus een klant doet, kunnen we gericht e-mails eruit sturen om ervoor te zorgen dat ze zo actief mogelijk worden en echt gebruik gaan maken van onze plugin. Want dat is om terug te komen op puntje 1. Een plugin bouwen is 1, de plugin laten gebruiken is 2, maar een
gebruiker daadwerkelijk actief houden, dat is echt absoluut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mensen haken gewoon snel af. Er zijn zoveel opties. Dus je wil eigenlijk elke stap die zij zetten, daarin wil je ze vastpakken en aangeven dat ze bij jou terecht kunnen om voor een oplossing te zorgen als ze ergens tegenaan lopen. Hoe ziet dat er dan uit aan de achterkant? We hebben heel licht grijs gebruikt, dus dat is totaal niet zichtbaar, zie ik. Je hebt de webshop. In onze klas is altijd een webshop, WooCommerce. Die webshop die plugt onze plugin in. Die plugin communiceert over ons laagje. Wij noemen dat intern midlayer. Niemand die daar die term ooit voorbij zit komen, denk ik. En die koppelt vervolgens aan de leverancier. Nou, wat is daar het fijne aan? Dat zodra je plugin dus in die shop staat, gaan de API-calls die gaan over die midlayer heen. En wij kunnen dus zelf zeggen, op het moment dat iemand er echt misbruik van maakt, we knippen het lijntje door en die API werkt niet meer. En je domein is daarmee geblokt. En dan krijg je gewoon letterlijk een forbidden in je logs te zien. Midlayer is op Symfony gebouwd, dus dat is niet een WordPress. Laag, waar ook echt een ander development team op zitten, maar wat wel goed is om te weten is dat er zitten aparte teams op, maar ze hebben wel gewoon dezelfde modulaire opbouw. Dus ook op midlayer zijn gewoon gestandardiseerde en generieke code toegepast, zodat het voor beide kanten heel weinig tijd kost om een nieuwe begin te lanceren. En dan waren we al aan het einde van mijn presentatie gekomen, dus ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. En ik ben heel benieuwd naar aanvullende vragen.